Ja, Rick, dik 2 maanden bij de selectie. Hoe gaat het met jou? Ja, het gaat vrij goed. Het was natuurlijk heel gaaf toen ik al te horen kreeg dat ik de voorbereiding mee mocht gaan doen. Want in principe kan je natuurlijk gewoon nog een jaar naar A spelen. Maar dat ze je al vervroegd hier naartoe haalt en willen zien wat je kan geven, is dat natuurlijk heel gaaf. Hebben ze ook gezegd waarom ze je bij de eerste selectie wilden houden? Ja, ze hebben natuurlijk afgelopen jaar zijn ze wel vaak gewoon naar de wedstrijden van de A1 komen kijken. En ik denk dat ze een beetje vanuit daar toch gaan kijken van zou die misschien een toevoeging kunnen zijn voor het eerste elftal. En vanuit daar is het denk ik een beetje gaan rollen. En wat denk je wat die toevoeging is? Want kan je de manier van spelen, kan je dat uitleggen van jou? Ik denk dat ik een middenvelder ben die wel een goede paas heeft, die veel de diepte zoekt en die heel vrij bewegelijk is, die snel kan draaien. Nou, afgelopen zaterdag was het zover. Jouw eerste minuten, hoe heb je dat beleefd? Ja, was natuurlijk heel erg gaaf. Ik mocht al gelijk gaan warmlopen vanaf minuut 45. Dus ik had ook wel verwacht dat ik er toen op dat moment wel zou in gaan komen. En toen stond ik precies natuurlijk op het moment en toen viel precies die 2-0. Ik stond eigenlijk al klaar voordat het doelpunt werd gescoord, dus dat was natuurlijk wel heel erg jammer. Maar uiteindelijk was het natuurlijk wel een super gaaf moment om al binnen die 2 maanden je debuut te hebben gemaakt. Ja, mobiel ontploft natuurlijk. Ja, zeer zeker. Ik heb heel erg veel appjes gekregen via Insta, DM, Snapchat, noem het allemaal op. Familie, vrienden, iedereen die dichtbij me staat, die heeft me sowieso al een appje gestuurd en was heel erg blij van me. En hoe reageerden je ouders? Want ik was bij het moment dat jij je contract ondertekende. Hoe was het voor hen? Ja, ze zaten allebei op de tribune, mama, papa en mijn broertje. En ook zij kregen natuurlijk superveel appjes en na de wedstrijd zeiden ze natuurlijk wel dat ze wel heel erg trots op me waren en dat ik gewoon zo verder moest gaan. En vertel eens meer over Rick. Je woont nog thuis, neem ik aan. Ja, ik ben net 18 geworden, dus ik woon nog gewoon thuis lekker bij papa en mama. Ik woon nog gewoon thuis. Alles gaat prima. Dus op dit moment zou ik ook nog niet uit huis willen of zo. Alles wordt gewoon lekker voor me geregeld en daar ben ik hartstikke blij mee. Ja, want heb je een rijbewijs? Nee, ik heb nog niet eens mijn rijbewijs. Ik ben nu bij les 15. Dus ik kom nog gewoon elke dag gewoon op de fiets. Is misschien niet altijd fijn, maar ik hoop dat ik wel gewoon mijn rijbewijs zo snel mogelijk kan gaan halen. Hoe gaat het rijden? Op het begin had ik er wel echt wel moeite mee, maar ik merk nu wel dat het schakelen en zo gaat steeds makkelijker. En de rijinstructeur zei al dat ik wel een goede leerling was, dus het gaat de goede kant op. Nou, je hebt natuurlijk doelstellingen hier bij Willem II. Ja. Wat zijn überhaupt jouw doelstellingen hier? Ja, ik wil natuurlijk gewoon dit seizoen zoveel mogelijk minuten hier gaan maken. Natuurlijk, ik weet ook dat je nog niet heel veel basis gaat staan. Je bent gewoon nog jong, fysiek is het nog niet helemaal zo het moet zijn. Dus ook gewoon veel wedstrijden nog bij jong. Ik denk niet meer dat ik bij de onder 19 ga spelen. Dus ik hoop gewoon zoveel mogelijk minuten hier te pakken bij het eerste. En ook af en toe gewoon nog bij jong mijn minuten te maken. Wat zijn voornamelijk jouw verbeterpunten? Ik denk sowieso op dit moment het fysieke moet echt wel aangewerkt worden. Daar ben ik ook nu al mee bezig met Chima. Daarbij ook nog conditioneel kan er ook nog wel een stukje bij. En ik denk ook nog wel een stukje omschakeling dat ik nog sneller van aanval naar verdedigend ga of van verdedigend naar aanval.